Wanneer je de vorige code aan wilt passen zodat de leds in een andere volgorde aan en uit gaan, kun je niet meer gebruik maken van een teller die steeds met 1 ophoogt. Dit probleem kun je oplossen door een lijst te maken waarin de pinnummers in de volgorde staan waarin de leds aan en uit moeten gaan. Zo'n lijst noem je een array. Ik bewaar bestand looplicht met for onder de naam looplicht met array. Ik maak een array aan door het datatype van de elementen in de array aan te geven, byte. Vervolgens de naam van de array op te geven, letpins. En het aantal elementen van de array tussen vierkante haken te zetten, in dit geval 6. En vervolgens met het is-teken waarde toe te kennen aan deze zes elementen. De waarden van de elementen staan komma gescheiden tussen de curly brackets. Ik maak ook een variabele wachttijd aan. De setup blijft onveranderd om pin 6 tot en met 11 als output aan te geven. De elementen van de array kan ik uitlezen via het indexnummer dat ze hebben. Het eerste element heeft altijd indexnummer 0, het volgende 1 enzovoorts. De for loop. In de void loop pas ik aan. Ik ga tellen van 0 tot en met 5. Om de juiste pin hoog te maken, gebruik ik nu niet direct de teller van 0 tot en met 5, maar gebruik deze teller om de waarde uit de array op te halen. Bij DigitalWrite vervang ik de teller voor led pins. Haak openen, teller, haak sluiten. Ik kopieer deze aanpassing en plak deze ook bij de tweede digital write. Ik upload de aangepaste code naar de Arduino. Wanneer de teller 0 is, wordt uit de array ledpins het eerste element met het indexnummer 0 opgehaald. De waarde hiervan is 6. Vervolgens wordt de teller 1 en wordt het element met indexnummer 1 opgehaald. De waarde hiervan is 8. Enzovoorts. De leds knipperen nu in de volgorde van de getallen in array LED pins. Wanneer ik het beeld vertraag, zie je nog beter dat de volgorde van de knipperende leds gestuurd wordt door de volgorde van de getallen in de array ledpins. Om alles duidelijker te maken, voeg ik ook code toe die de waarde van de teller in de void loop en de opgehaalde waarde uit de array ledpins laat zien in de seriële monitor. In de void-setup typ ik serial.begin, haakje openen, 9600, haakje sluiten, punt, comma, zodat de serial printopdrachten uit de void-loop straks zichtbaar zullen zijn in de seriële monitor. Ik upload de aangepaste code en klik op de knop om de seriële monitor zichtbaar te maken. Hier zie je een lijst met aan de linkerkant de oplopende indexnummers van 0 tot en met 5. Aan de rechterkant zie je de waarden die bij deze indexnummers horen en gebruikt worden om de pinnen in de gewenste volgorde hoog en laag te maken. Wanneer je de leds op een andere volgorde wilt laten knipperen, hoef je alleen de volgorde van de getallen in de array aan te passen. Ik doe dat hier en upload het aangepaste programma. Het resultaat is weer een ander type looplicht. Onthoud dat je een voorloop kunt gebruiken om elementen uit een array op te halen en vervolgens te gebruiken in je programma. Een array en een voorloop vormen samen een krachtig koppel.